Fonds Leefbaar Platteland is een provinciaal fonds die wij hebben ingesteld om initiatieven die er zijn, ideeën die er zijn, om die verder te helpen en ook financieel te ondersteunen. Om mensen die iets voor hun omgeving willen gaan doen, die echt de sociale samenhang en de binding versterken, om die te helpen bij de voorfase, dus het idee bedenken, maar ook bij de uitvoeringsfase bijvoorbeeld. Ja, het is juist in deze tijd zo belangrijk dat je elkaar kent, dat je elkaar weet te vinden. Dat je leuke dingen kan doen met elkaar en dat je ook weet waar je dan terecht kan. Het fonds is eigenlijk voor iedereen die in het buitengebied van Flevoland woont of in een dorp woont. En dat kunnen inwoners zijn, maar dat mogen ook verenigingen zijn of stichtingen. Iets neerzet waar je regelmatig naartoe kan gaan en waar je mensen ontmoet. Ja, een aantal voorbeelden die we hebben gedaan is in Zeewolde, het paasverhaal. Echt superleuk. Dat was een evenement voor de allereerste keer. Nou, dat doet echt iets voor het dorp Zeewolde. Een ander voorbeeld is de Lelystadse Boer. Die heel veel activiteiten gaan ontwikkelen om het contact tussen stad en platteland te versterken. De adviescommissie die beoordeelt projecten die binnenkomen op een aantal punten. En een van de belangrijkste punten natuurlijk daarbij is wat betekent het voor de sociale cohesie. En dan wordt er gekeken, is zo'n plan echt robuust? Is er voldoende draagvlak? Is het financieel haalbaar? Welke impact heeft het op de langere termijn? Dat zijn allemaal punten waar de adviescommissie naar kijkt op het moment dat men een project gaat beoordelen. Dus heeft u een idee of denkt u ergens over na? Kom naar ons toe. Neem contact op met Lieke en ga met haar in het gesprek of ga naar onze website, daar kunt u ook alle informatie vinden. En misschien kunnen wij u verder helpen met uw idee of kunnen wij u ook financieel ondersteunen bij de uitvoering van uw plannen. Ik zou zeggen doen.